Het was jouw avond, mag dat gezegd worden zo? Nee, ik denk gewoon van het team. En ja, je probeert eigenlijk je best te doen voor het team. En uiteindelijk is het gelukt. We hebben gelijk gewonnen en we zijn door. Ja. Maar toch spring je eruit, want je speelt weer. Was het een verrassing voor je? Ja, kijk, je weet dat bekerwedstrijd speelt. En dat de trainer een andere keuze kan maken met andere spelers. Dus je hoopte wel dat je kon spelen en zo spelen. Dus uiteindelijk heeft hij wel een keuze gemaakt om met mij te starten. Dus uiteindelijk ben ik wel blij met deze keuze. Zegt dat iets over je status op dit moment? Dat je weer dichterbij bent? Ja, zo kan je het wel bekijken. Alleen je moet wel hetzelfde nog doen om daar te komen. Dus we moeten deze lijn doortrekken. Heb je dan vandaag iets kunnen laten zien? Behalve de twee prachtige goals. Ja, ik heb geprobeerd om mijn best te doen. Alles te geven voor het team. En we moeten doorgaan. Maar toch, als die bal na een minuut of zes, denk ik, zo van je voet vertrekt en zo binnenvalt, dan kan ik me voorstellen dat het van binnen iets losmaakt. Ja, dan krijg je gelijk een heerlijk gevoel en zit je ook gelijk weer in de wedstrijd. En ik zat wel lekker in de wedstrijd en uiteindelijk maak je die goal en dan springt er zeker iets los. Ja. Was het lang geleden, zo'n gevoel? Ik heb lang niet meer gespeeld dus. Dus ja. Dus eigenlijk wel, ja. Hoe is de afgelopen periode eigenlijk voor jou geweest? Ja, moeilijk, lastig, maar we blijven sterk en we proberen alles eruit te halen op de training. En als je de kans krijgt bij het eerste, alles eruit halen. Ja, waar haal je de energie vandaan? Ja, goede vraag. Ja, je probeert gewoon, je moet blij zijn dat je gewoon voetballer bent en dat je elke moment mag doen wat je leuk vindt. En daar haal ik mijn energie vandaan.